Ouders en docenten van de Isaac Beekman Academie in Capelle doen er alles aan om de school te redden. Ze nemen juridische stappen en hebben een gesprek op het ministerie van Onderwijs. En verder in deze Zeeland nu. Dieren gedumpt vanwege dure dierenartsen. En kledingzaak houdt noodverkoop in kassen. Goedenavond. Bij de Isaac Beekman Academie in Capelle geven ze nog niet op. Alles wordt eraan gedaan om de school nog te behoeden voor sluiting. Komende dinsdag is er een gesprek op het ministerie van Onderwijs en er wordt een juridische procedure aangespannen tegen de dreigende sluiting. De school kenmerkt zich tot nu toe met kleine, huiswerkvrije klassen met veel begeleiding. Maar het Rijk wil de school vanaf komend schooljaar geen geld meer geven, want er zijn te weinig leerlingen. De onderwijsinspectie vindt de kwaliteit onvoldoende en de administratie is niet op orde. Aangeschoven is verslaggever Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, die ouders en die docenten die zitten samen in de medezeggenschapsraad en duidelijk is, die laten het er niet bij zitten. Klopt. Gisteren was er een besloten bijeenkomst en daarbij liepen de emoties enorm hoog op. En daar hebben ze ook besloten van, we gaan inderdaad actie ondernemen. En die actie is dus juridische stappen en natuurlijk ook dat gesprek dan dinsdag bij het ministerie van Onderwijs. Maar wat gaan ze daarin brengen dan? Eigenlijk willen ze vooral meer tijd. Meer tijd om die kritiekpunten aan te pakken. Dus meer tijd om meer leerlingen te werven en tijd om de administratie op orde te krijgen. Maar goed, je kan ook zeggen, hoe reëel is dat? Want de directeur van de onderwijsorganisatie waar Isaac Beekman onder valt, volgens mij heeft die de handdoek al in de ring gegooid. Klopt, die was gisteren ook op die bijeenkomst en die heeft gezegd, het is een voldongen feit. De minister heeft gezegd dat de school dichtgaat, dus het heeft geen enkele zin om daartegen in actie te komen. Maar goed, ouders en leerlingen en leerkrachten, die geloven dat niet. En die grijpen nu elk middel aan wat ze kunnen aangrijpen om toch te proberen om die school open te houden. Marieke Kerklaan, dankjewel. Bij de Zeeuwse dierenasiels worden steeds vaker zieke huisdieren gedumpt. Door baasjes die de rekening van de dierenarts niet meer kunnen betalen. Dat blijkt uit een rondgang door Omroep Zeeland langs alle Zeeuwse dierenasiels, dierenambulances en ook langs een aantal dierenartsen. De laatste jaren zijn de kosten van de dierenarts namelijk fors gestegen. De mensen zeggen het er natuurlijk niet altijd eerlijk bij dat ze het niet kunnen betalen. Maar we merken wel een toename in dat we meer dieren binnenkrijgen die wat mankeren of ziek zijn. Of waar we inderdaad kosten aan hebben als asiel. Dit is de 7 jaar oude Mischka. En hier in het dierenasiel Walcheren gebracht omdat het baasje de kosten niet meer kon betalen. Wat kost dat nou tegenwoordig, zo'n hond? Zo'n 1000 euro per jaar als je alle inentingen, medische verzorging en eten meerekent. Dat is dus 85 euro per maand. Maar velen houden niet rekening met de hoge medische kosten, die tegenwoordig steeds sneller stijgen. Door heel de provincie merken de Zeeuwse asiels een stijging van dieren die ziek zijn als ze worden gebracht bij het asiel. Door schaamte wil vrijwel niemand erover praten. Dat mensen echt aangaven van dit en dat is er aan de hand en wij kunnen dat niet betalen om dat hele traject in te gaan qua behandelingen. Maar dan wel knap dat ze er toch voor kiezen om het dier dan bij een asiel te brengen en niet op straat te dumpen. Want dat kan natuurlijk ook. Mevrouw, wat is er aan de hand met de poes? Willem heeft een blaasontsteking. Door de stress van het oud en nieuw. En dat kost weer geld, hè? Dat kost weer geld, ja. Hoeveel was het? Meer dan 100 euro. Er zijn 3 voornaamste redenen waarom medische kosten voor uw huisdier veel duurder zijn geworden. A. Er kan ook gewoon veel meer, zoals hier in de operatiekamer, net zoveel tegenwoordig als bij mensen. Dat brengt ons bij het tweede argument. Tegenwoordig zijn we veel intenser verbonden met onze huisdieren en vinden het dus ethisch onverantwoord om bijvoorbeeld zo'n poes in de regenton te doen en gaan dus dan financieel tot het gaatje. En als laatste reden, steeds meer buitenlandse investeerders kopen dierenartspraktijken in Nederland op en maken er dure klinieken van, waardoor de prijzen gemiddeld zo'n 20% stijgen. Ja, ik vind het heel erg jammer dat er wel een ontwikkeling is dat investeringsmaatschappijen de dierartsenpraktijken opkopen en de prijzen enorm verhogen, waardoor het voor veel mensen ook niet meer te betalen is inderdaad. Hier in Zierikzee zit zo'n commerciële kliniek. Ze willen niet op camera reageren. Even verderop op het eiland zit Diergeneeskunde Centrum Zeeland in Noordwelle. Zij zijn nog niet onderdeel van zo'n grote investeringsgroep. Eerste uurtje zou die eventueel nog een keer kunnen braken, maar daarna verwacht ik dat hij 24 uur niet braakt. Doet hij dat wel, wil ik het weten. Maar ook hier zijn de prijzen inmiddels flink gestegen.
Maar ook weet ik dat we tussen 1998 en 2008, 2013 de prijzen bijna niet hebben laten stijgen vanwege de bankencrisis. Ja, dat geeft problemen binnen zo'n praktijk zelf. Dus je krijgt dan automatisch dat je besluit van jongens, ik moet wel, want we vallen om anders. Ja, het is eigenlijk een soort inhaalslag. Het is absoluut een inhaalslag en dat is een gedeelte waarom we nu zo'n stuk duurder zijn geworden. En het zou zonde zijn als huisdieren echt alleen maar nog een luxe, ja, of iets worden voor mensen met geld. Zeeuwse dierenasiels en dierenartsen zouden graag zien dat er betere voorlichting komt over de eventuele hoge kosten die het hebben van een huisdier met zich mee kunnen brengen. Twee mannen uit Goes worden niet vervolgd voor doodslag in Gent. Anderhalf jaar geleden duwde de Goesenaren tijdens de Gentse feesten een man in de gracht. Die kon niet zwemmen en verdronk. De Goesenaren werden in de eerste instantie verdacht van doodslag, maar nu worden ze vervolgd voor zware mishandeling en dood door schuld. De twee mannen, destijds 23 en 25 jaar, liepen tijdens de Gentse feesten een stukje samen met het slachtoffer. En worden ervan verdacht hem over de reling te hebben geduwd. Drie verdachten zitten nog steeds vast na een schietincident gisteren in Goes. De politie kreeg eind van de middag een melding dat bij het station een man met een vuurwapen zou rondlopen. Toen de agenten aankwamen, renden mannen weg. En bij de achtervolging zijn waarschuwingsschoten gelost. De verdachten zijn een 19-jarige man en twee 16-jarige jongens. De SP-afdelingen van Tolen en Schouwen-Duiveland willen een treinverbinding over de Zeelandbrug. Als de oude brug toch moet worden opgeknapt of vervangen, kunnen er meteen spoorrails bij, vindt de SP. De fracties vinden dat nodig voor inwoners, bedrijven en toeristen. De SP-afdelingen van Tolen en Schouwen-Duiveland vinden één treinverbinding tussen Zeeland en de rest van het land gewoon te weinig. Weet u het nog, het noodweer van de afgelopen zomer, waardoor verschillende winkels en panden in Middelburg te maken kregen met behoorlijke wateroverlast. Zo ook de winkel van Adrian en Maria. Zij moesten het pand uiteindelijk uit en zaten toen met een lading kleding opgescheept. Ja, en wat doe je er dan mee? De stapels met kleding uitstallen in een kas. In de winter staat de kas in Kamperland leeg, maar vandaag en morgen wordt er kleding tegen een spotprijs verkocht. Het is niet iets wat je iedere dag ziet. Het is eigenlijk begonnen uit van de nood een deugd te maken. De drijfveer om het in deze kas toch nog door te zetten is omdat wij in Middelburg, onze klanten werden daar zo vrolijk van, dat wij dachten, we willen verder. En dat valt in de smaak, want het was vandaag lekker druk in de kas. Geweldig. Ja, ik vind het leuk. Een uitje op Nederland, hè? Ik vind het prachtig. En wat heeft u net in uw handen gekregen? Nou, ik zit net te kijken. Kijk, er zitten geen mouwen in. Dat is niet handig. En dat is heel groot. Dus dat gaan we maar niet doen. En heeft u al iets anders leuks gevonden? Oh ja, voor 15 euro kan u wat leuke dingetjes kopen. Er zijn leuke dingen bij. Vind ik wel. Kijk, dat vind ik ook heel leuk. Jurkje gevonden. Ik zocht eigenlijk iets voor in de zomer. Dus die is lekker licht. En de prijzen die bevallen me ook wel, moet ik zeggen. De politie is nog altijd op zoek naar de man die gisteravond de Aldi op het Westerscheldeplein in Middelburg heeft overvallen. De man liep eerst door de winkel, trok bij de kassa iets wat op een vuurwapen leek en deed een greep in de kassa. Opvallend, voordat de man vertrok, bood hij zijn verontschuldigingen nog aan bij het personeel voor zijn overval. De politie is nu op zoek naar getuigen. Tweede Kamerlid Anita Pijpelink uit Middelburg is door haar partij GroenLinks PvdA voorgedragen voor de enquêtecommissie die het coronabeleid gaat onderzoeken. Pijpelink is sinds november Kamerlid nadat ze eerst jarenlang in de Zeeuwse Staten zat en ook gedeputeerde was voor de PvdA. Een Kamerenquête is het zwaarste parlementaire middel. Er was al eerder sprake van een enquêtecommissie coronabeleid, maar dat werd afgelopen zomer nog op de lange baan geschoven omdat Kamerleden het toen te druk hadden met andere dossiers. Met z'n 60'en gingen ze deze week van Arnhem-Muiden naar Engeland om hun dorpsheld in actie te zien. De voetbalsupporters gingen op bezoek bij Jan-Paul van Hekke, die in de Premier League in actie kwam. Paula, Barry. Is Paula er ook al? Goed, Pascal zat hier in een busje, of niet? 15 jaar geleden heb ik samen met Guus senior heb ik het reisje georganiseerd naar Southampton. Lang alleen, man.
Die is dan helaas anderhalf jaar geleden overleden. En nu Jan-Paul dan in Brighton voetbalt. Ja, toch wel heel bijzonder om dat samen met zijn oudste zoon te doen met Guus. Ja, dit is bijzonder. Zeker ook als je voor veel mensen de eerste keer naar Brighton. En ja, dat iedereen mee wilt, dat maakt wel extra leuk en spannend voor vanavond natuurlijk. Goedemorgen, oude meiden. Hallo. Brighton. Wilsvaren van Duinkerken richting Calais. Dan steken we zo over dat over. Het is flink winderig. Dat ging allemaal precies op tijd. En checken via de douane ging ook prima. Het moet goed komen. Ja, JP is een van de beste maten van mijn zoon. Hij is ook mijn buurjongen. Ik heb hem zelfs in de eetjes heb ik 2 jaar trainer van hem geweest. Dus ik heb hem eigenlijk grootgebracht. Nee, grapje. Ja, hij heeft echt over mijn lijk. Hij zei ik word profvoetballer, hij is profvoetballer geworden. Ik ken hem als een van de 4 neefjes, zo noemden wij ze vaak. Maar ja, bijzonder dat JP natuurlijk in Engeland voetbalt. En ja, daar ben ik ook als tante heel erg trots op. Please mind the gap between the platform and the train. Volgen jullie het nou ook echt op de voet sinds hij hier speelt? Als JP voetbalt, ja, staat altijd gelijk gewoon Brighton aan, zeg maar. Van, iedereen wil gelijk zien van, sowieso Brighton kijken. Maakt niet uit wat er speelt. Enjoying your meal? Oh, it's fantastic. Traditional English fish and chips. The Albion welcome rules. We hopen natuurlijk het beste en ja, we hopen met hem eens naar huis gaan. That's a free kick in a dangerous position. It's great delivery, Van Hecker over the bar. And that is the final whistle. Neither side could find a way through. Hoe ervaart hij dit nou, denken jullie zelf? Ik denk dat hij dat vindt. Hij is wel trots, denk ik. Dat denk ik wel, zeg maar. Stiekem. Maar ja, stiekem. Stiekem. Ja. Stiekem is dat. Trots ook? Trots, tuurlijk trots. Die komt bij mij gewoon op vrijdag, als hij thuis is, komt hij bij mij een biertje drinken. Ja. Luister, ik kom zo'n hozer even naar de Premier League voetballen. Kom bij mij een lekkere biertje drinken, is dat mooi of niet? Ja, ik vind van wel. Wij komen thuis te varen. Wij wassen waar. En Omroep Zeeland volgde niet alleen de supporters, maar we gingen natuurlijk ook op bezoek bij Jan-Paul van Hecker zelf. In de Zeeland Nu van volgende week meer daarover. Er stond vandaag een stevige wind en de dag begon ook nog eens regenachtig. Maar tegen de middag waren er al de nodige opklaringen. Toch kwam de temperatuur niet boven de 10 graden uit. En ook de komende dagen gaan we de zon zien, al is er ook wat bewolking. En het belooft toch ook droog te blijven. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Heel graag tot morgen en alvast een fijn weekend.